Veel leden in de Nationale Assemblee bekommeren zich over de veiligheid in het land. Tijdens de behandeling van de wet instelling verkeersautoriteit gisteren in de Nationale Assemblee hebben zij gewezen op de brute roofovervallen van de afgelopen periode die hen zorgen baren, maar ook de rest van de samenleving. BEP-parlementariër Ronnie Assabina zegt dat de criminaliteit met de dag toeneemt. Assabina meent dat verkeersveiligheid hand in hand gaat met de nationale veiligheid en dat er meer prioriteit hieraan gegeven moet worden. De criminaliteit met de dag toeneemt, de criminaliteit met de dag aan het verruwen is, voorzitter. Eergisteren nog, op klaarlichte dag, nou amol, de gasten doen, voor maar de bezig in amol, voorzitter. In een shop, en voeren. Dus het gaat de spuitgaten uit in dit land, voorzitter. Veiligheidsgevoel is tot een minimum teruggebracht, voorzitter. VHP-parlementariër Henk Afiankooi wees op de beperkingen die de politie ervaart bij het uitoefenen van hun taken. Zo gaf hij aan dat de manschappen geen voertuigen en soms ook geen benzine hebben om uit te rukken als zich een ongeval zoals een roofoverval heeft voorgedaan in de gemeenschap. Afiankooi hoopt met de instelling van de nieuwe korpschef veranderingen te zien. Anders is het volgens hem water naar zee dragen. Minister, neemt u dit mee als u ondersteuning hebt van het parlement qua middelen? Ja, laten we erover praten, want ik had hier ook gevraagd in het parlement. Gebleken is dat 1500 auto's bij KPS tanken, maar toch hoor je telkens dat de politie geen voertuig hebben. Dus u zou dat onderzoeken, graag uw antwoord op dat onderzoek, zodat wij u kunnen ondersteunen, want het volk voelt zich niet meer veilig, ja, en we moeten alles en ieder gebruiken, zoals ik blijf praten voor de reservepolitie, om dit in te dammen. Nou, maar ook een pleeggangster gescooten en we laten dat in maar zijn gangetje gaan, wanneer de politie optreedt, dan hoor je ze worden aangehouden en opgesloten. Minister, uw aandacht daarvoor. Meerdere leden hebben gewezen op de veiligheidskwestie in het land en hoe manschappen van het Korps Politie Suriname worden ingezet. Leden hebben moeite dat er ruim 300 manschappen ingezet worden voor het beveiligen van functionarissen, terwijl een deel van hen ingezet kan worden om de criminaliteit in te dammen.